We staan hier in Hogeloon. Hogeloon 1 speelt zo dadelijk tegen Vessen de belangrijke wedstrijd. Want als Hogeloon 1 wint of gelijk speelt, dan kunnen ze voor het eerst in 14 jaar weer kampioen worden. We staan hier bij voorzitter Wim de Laat. En leeft het kampioenschap in Hogeloon? Ja, dat dacht ik wel, ja. Het is nog nooit gebeurd dat Hogeloon in de derde klasse bivakkeerde. Dus het leeft volop. Iedereen is ermee bezig. En dan vooral de wedstrijd tegen Vessen. Dat is een mooi affiche om kampioen te worden. Ja. En wat is de laatste dagen om gebeurd om het kampioenschap voor te bereiden? We hebben een tent opgezet vanwege toch het tegenvallende weer. We hebben allerlei dingetjes geregeld hoe dat we de week verder in gang zullen zetten, mocht het inderdaad komen tot de kampioenschap. De fanfare is ingelicht en er is veel bier en drank en eten ingeslagen om het om toch een mooi feestje van te maken. Ja. Laatste vraag, een voorspelling voor de wedstrijd? Ik ga voor 2-2. Terwijl de spelers bezig zijn met de warming-up, staan we hier langs hoofdtrainer Nick Bierens. Even naar de wedstrijd, zijn alle spelers fit? Ja, iedereen is fit bij ons. Ja. Ja. Dat is mooi. En wat verwacht je van de speelstijl van Vessen? Ja, ik verwacht Vessen, maar zoals ze altijd spelen, denk ik in een 4-3. Ja, ze hebben gewoon een goed geheel. En ja, zoals elke week voetbal. Ik heb ze een paar keer bezig gezien, in SDO nog. Dus ja. Ja, ik heb er wel vertrouwen in. Dat is fijn om te horen. Dan wens ik je heel veel succes, Nick. Dankjewel. Ja, succes. Ja. Tom, hoe is het met de zenuwen? Gezonde spanning is het, Niels. Ja. Dus, is goed, hè? Ja. Heb je op deze wedstrijd anders voorbereid dan andere wedstrijden? Nee, gisteren gewoon een feestje gehad, gewoon gedronken. Dus iets minder als normaal. Maar gewoon rustig aan gedaan. Ja. En wat verwacht je van Vessen? Ja, die zullen ons vanaf de eerste minuut vol vast gaan zetten, denk ik. En proberen ons hier het kampioenschap te nemen. Dat is logisch, man. Dat weten we en ja, dan gaan we alles aan doen om dat te voorkomen. Ja. Heel veel succes. Bedankt. Ik sta hier bij Twan Goossens, oud-speler van Hogeloon 1 en vast supporter van Hogeloon 1. Twan, zou je een analyse kunnen geven over de eerste helft? Ja, tot nu toe een super spannende wedstrijd. Veel kansen, veel strijd. Publiek zit er kort op. Scheidsrechter fluit goed. Er zijn drie kansen geweest. Twee voor Vessen, één voor Hogeloon. En drie keer een fantastisch keeperswerk. Ik ben heel benieuwd naar de tweede helft. Ja. Wat verwacht je van de tweede helft? Ik verwacht dat het nog lang 0-0 zal blijven en ik denk dat uiteindelijk Hogeloon met 1-0 zal winnen. Okay. Oh, dankjewel Twan voor deze analyse. Ja, graag gedaan. Thank you.
Ja! We staan hier bij matchwinnaar Niels Luiten. Niels, vertel eens over de goal. We kregen een corner en Jannik die legde hem bij de eerste paal goed strak. En volgens mij schampte ik hem heel lichtjes en hij viel in de kruising. Kun je beschrijven hoe je, welk gevoel toen loskwam? Nee, blijdschap. Je ziet iedereen zie je de lucht inspringen. Iedereen komt op je afrennen. Dat kan ik niet beschrijven, dat is vet. En Niels, jij was enkele jaar geleden in Hogeloon met één doelpunt ontsnapte aan degradatie al bij. Nu met het kampioenschap weer. Ja, hoe voelt dat dan? Dit is wel veel beter. Ja, dit is, ik heb al gezegd dat dit de mooiste wedstrijd was tot nu toe, maar deze vervangt hem. Dit is echt de beste wedstrijd die ik ooit gespeeld heb. Ja. En nu? En nu bier drinken en een paar dagen feest vieren, denk ik. Ik stel voor dat wij een pilsje gaan drinken.